is vrijdag de laatste dag van trainen. En morgen naar Rotje. Maar ik ga vandaag lekker trainen. En fietsen zal er weer inschieten, want het is zwaar bewolkt. Wat heb ik als ontbijt? Ik heb ik hou me er maar vast aan. Morgens aan de yoghurt met havervlokken en een beetje kaneel erin. Dan is het nog een beetje te pruimen. Thee zet ik zo meteen. Ik ga lekker trainen vandaag. Dat was het. Goedemiddag dames en heren, ik ben weer thuis. Ik heb keihard getraind, eerst cardio, toen mijn beenspieren en als toetje kwam die instructeur naar ons toe. En toen hebben we nog even 50 sit-ups gedaan. En 5 keer 10 andere dingen en die moeten we nou op. Bij elke training moeten we die gaan doen. Dus ik loop eerder met een sixpack rond. Maar ik voel hem gewoon. Nu nog. Dus het wordt wat over een half jaar. Ik heb echt zoiets van. Morgen ga ik naar Rotterdam. Dus Martijn die. Via de Facebook vroeg hij of ik Schotse toverdrank wou hebben, maar ik wil even 100 dagen geen alcohol. Eens even kijken hoe dat is. Ik heb de vorige keer al 30 dagen volgehouden, dus ik ga er nu even 70 bij doen. En misschien drink ik helemaal niet meer, want ik vind het, ik train hard. En dan één glaasje wijn en dan ben ik al bijna aan mijn tax. Dus laat ik het maar niet doen. Maar ja. Wat heb ik vanmiddag als lunch? Ik heb een roerijtje gemaakt. Met allerlei verschillende groenten erin. Er zit kanterel in. Er zit ui in. Er zit tomaat in. En ei en kaas. Dus voedzame lunch en ik heb natuurlijk alleen hij is niet rood, maar hij is groen. Dan heb ik heet in je pens. Heb ik er weer bij. Bestaat uit shake. Ik heb nou groene pepers, dus het zal nog extra heet wezen. Turkse pepers dus. En bleekselderij. Vers geperste sinaasappelsap. En dat is hem. Dus. Dat is de herstellingsding. Nou. Ik ga het even eten. Ik denk niet dat ik. Ik denk dat ik even een klein rondje. Maar dan even probeer ik u niet te vergeten. En de camera mee te nemen. Want. Ik vergeet het steeds. Dus. Nou, ik ga even eten en ik zie u zo meteen wel weer. Een goede avond. Zijn we weer aangekomen bij het item. Wat eten we vanavond? We eten vanavond spinazie curry met garnalen. En het is een beetje een fusion. Ik heb het. Fusion gerecht. Er zit namelijk in. Ik zal het even laten zien. Er zit in. Wilde spinazie. Een ei. Tomaat. En daar is hij weer. De rode peper. Maar die kan je ook weglaten. Garnalen.
Kikkererwten. En gulang jarwa. Maar is maar één eetlepeltje. Dus het is eigenlijk een... Ja, een Oosters-Arabisch gerecht. Ik weet het, op alle handen staat hij ook. Maar ik heb hem een beetje aangepast aan mijn smaken. Dus het wordt iets heel anders. Ik ken het met rijst eten, met couscous. Dus ik neem de rijstvariant, denk ik. Misschien laat ik het ook al weg. Maar dat zie ik zo meteen wel. Ik zie u weer aan tafel. Zo, goedenavond. We zitten weer aan tafel. Ik zou u meenemen met fietsen, maar helaas, ik heb vergeten de camera in mijn zak te stoppen. Dus. Maar morgen wordt een heel interessant filmpje, want dan ga ik naar Rotterdam. En dan ga ik daar naar de Groen Goud, of zo heet. Groen Hol. En naar de markt daar zo. En dan gaan we daar eens even kijken. Ik zal daar opnames van maken. Dus, nou, zondagochtend ga ik weer terug naar mijn vertrouwde huisje. Dus, ja, nou, wat heb ik vandaag gedaan? Dat weet u, ik heb getraind. En ik heb vanmiddag nog even 20 kilometer in het barre weer gefietst. En toen lekker gedoucht, want ik ben een beetje op. En mijn armen branden nog steeds van vanmorgen. Dus het is niet dat je zegt van, nou, ik ga nog even 50 kilo tillen vandaag. Dat doe ik niet meer. Ja, maar hoe is het wel vrijdag om lachen, hoor. Want ik krijg nou de schuld. Want ja, die buik die moet ik weg hebben. En ik wil er eigenlijk wel zo'n sixpackje voor terug hebben. Dus ik had aan die instructeur, die Surinaamse jongen, die gevraagd. Kun jij wat dingen, wat buikspieroefeningen laten zien? Hij zei ja hoor. En nou, dan moest ze op de grond leggen met z'n vieren. Nou, op een gegeven moment konden we niet meer. Maar dan hadden we wel ondertussen even 50 sit-ups gemaakt. Dus dat was wel even lekker. Ik voel het nog steeds in mijn buik. Want ik kan mijn buik niet meer uitzetten. En ik kan hem ook niet meer intrekken. Want dat doet gewoon zeer. Dus, maar ja. Hoe heet het? No train. Of, no training. No pain. Dus. Je moet er wat voor over hebben. Nou, ik ga vanavond lekker rustig op de bank liggen. En dan morgenochtend vroeg op. En dan naar een rondje knoor. Dus. Naar 0:10. Nou, ik wens jullie een hele prettige avond. Die nou laten zien. Nee. Ik heb vergeten te laten zien wat ik eet eigenlijk. Dat is ja, dat is Arabisch oosters. En er zit kikkererwt in en er zit Er zit kikkererwten in, wilde spinazie, rode peper, nou ja, dit was een groene peper, dit zijn Turkse pepers, die heb ik op de ogenblik. Garnalen, een tomaat, gember en een ui. En kamelang dwarna, het is een of andere Indonesische product, dus het is een beetje een fusion ding geworden. Nou, ik ga eten, want Punk die zit ook alweer te loeren op de garnalen. Dus ik wens u een echte prettige avond.